Zit gevaar in en heel veel zelfs. Zahavi paal. Goeie bal, Zahavi. En daar is de goal van Eran Zahavi. En Vogo zit er met de vingertop aan. Hier is Zahavi weer met wat ruimte. En die ruimte blijft er. En dus proberen Zahavi. Hard. En goed gedaan door Gakpo. En nu is PSV weer weg. Zahavi, Gakpo, afdrukken. En winnen. 2-0 PSV. Ja, goedenavond, lekkere beelden uit Trondheim. Het zijn drukke weken voor PSV met gisteren dus die overwinning tegen Rosenborg. Komend weekend staat er weer een belangrijk duelprogramma in de Eredivisie voor PSV. Het speelt dan een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. En natuurlijk gaan we daarop vooruitblikken vanuit deze studio. Maar nou eerst nog heel even terug naar gisteren. Koen, heb je genoten? Nou ja, het was zeker niet slecht, toch? Nee, toch? Nee, dat dacht ik ook. Ik heb genoten. Ja, ik heb natuurlijk genoten van de nieuwe spits. Ik heb net als Jorrit genoten van de uitslag. En ik heb net als Ibrahim Sangaré, denk ik, thuis op de bank zitten juichen. Want die was natuurlijk niet bij de selectie. Nee. Hij keek die wedstrijd gewoon op het bankje op de tv. En die was er ontzettend blij mee. Nu al niets dan liefde voor PSV. Ibrahim Sangaré, hij... gaat met PSV de poolfase van de Europa League in. Mooi hè, dat hij al zo betrokken is. Er is nog geen nieuws overigens over hem, wat de status is. Maar we hopen daar snel meer over te kunnen melden. We hebben nog wel ander bijzonder nieuws hè. Ja, dat was vandaag een loting. het was spannend. Die loting joh, ik word er zo moe van hoe dat allemaal gaat. Gaan we eerst kijken naar hoe de vorige Europa League ging. Dan gaan we even een speler van het toernooi van vorig seizoen benoemen. En dan pas komt uiteindelijk die loting. Het was weer een lange zit, maar dit is het uiteindelijk hè. PSV in een pool met PAOK, Granada en Omonia. Zeg het maar. Ja, moet ik het zeggen? Nou, PAOK is natuurlijk wel een bekende tegenstander. Granada ook nog wel. Omonia was redelijk verrassend voor mij. Ja, wat ik wel fijn vind, is dat het gewoon alle drie gewoon Zuid-Europese ploegen zijn. Dus dat we niet naar het Oostblok hoeven, niet in de winter naar Roemenië of naar Wit-Rusland, maar gewoon lekker naar het zonnige zuiden. Ja, en wat de tegenstand gaat worden, ja, dat moeten wij de komende weken, moeten wij daar ook maar eens een beetje induiken. Want ik ken Granada en Omonia ken ik ook niet echt. Nog niet echt heel goed. Nee, sowieso de reacties op deze loting van Denzel Dumfries en Roger Smit krijg je later nog te zien. En dat kan je allemaal volgen op onze social media kanaal. En daar gaan we natuurlijk je uitgebreid bijpraten over hoe die uitslag, die loting is ontvangen door de selectie van PSV. Ja, zullen we dan doorgaan naar komende zondag, naar Fortuna Sittard? Lijkt me wel lekker, ja. 16:45 in een zo goed als leeg Philipsstadion. Dat is de realiteit van de dag, PSV Fortuna. En als we dan kijken naar de cijfers van hoe de ploegen het in het verleden tegen elkaar deden in Eindhoven, dan zien we hier het resultaat. 18 keer winst, 3 keer gelijk en nog nooit verloor PSV in Eindhoven van Fortuna Sittard. Ja, precies. Het gaat dus echt om thuiswedstrijden. Ja, het gaat om wedstrijden in Eindhoven inderdaad. De laatste keer dat PSV punten verspeelde tegen Fortuna, het is natuurlijk wel een beetje vertekend, want Fortuna speelde heel lang in de eerste divisie. Maar de laatste keer dat het punten verspeelde, dat was in het seizoen 2000. Kevin Hofland, de huidige trainer van Fortuna Sittard, was toen basisspeler bij PSV. Ja, en het was Jan van Halst die vlak voor tijd de 1-1 binnenschoot. En ik heb weer een heel mooi blokje gemaakt met opmerkelijke momenten van uitwedstrijden tussen PSV en Fortuna. En daar zit dat moment in. Linskens, Kief draait en hier is Romario en die zou het dan moeten doen. En die doet het ook. Het is echt de enige bij PSV die het op klasse kan. Bingo, 2-0. Maar het is nog steeds niet afgelopen. Brugging, daar is die. Arnold Brugging, hoe is het mogelijk? Iedereen heeft zich verzoend met een 1-1. Waterreus, die glijdt weg. En dus is het een vrije trap. En in de allerlaatste minuut, Van Halst mag het doen en schiet de 1-1 binnen. Het staat 1-0 en dan ben jij als keeper nog voor om ballen tegen te houden. Zender. Onderschepping van de Zander, maar een goal van Numan.
balletje opnieuw. Kieft. 1-0. De eerste kans. De eerste echte serieuze kans die PSV krijgt. En het is raak. Vanenburg. Gerets. En Schepers doet dat wel op. Kieft is mee. Kieft. Ja! Kieft, Numan, voor zijn rechter. Kan hij het met rechts? Kieft, die is niet te missen. Kieft, sterk aan de bal. Dat zijn we van hem gewend. Doet hij erg goed. Vanenburg komt eraan. Kieft, ja, mooie. Ja, beeld van heel wat jaren geleden. Ja, geniet hiervan, hè, van die oude beelden. Jij vindt dat mooi altijd. Ja, dat is wel eens interessant om te zien hoe dat er toen uitging. Ook interessant, vanochtend spraken wij op het vliegveld met de trainer. Trainer Roger Schmidt natuurlijk over die wedstrijd van morgen. Maar vooral over hoe het team terug zou keren. Ze moesten dan nog vliegen naar Nederland. Ja, yeah. Happy but tired, of course. So it was a tough match yesterday and intensive match. And yeah, so of course, the day after they're always tired. So we have to fly now to Eindhoven and to recover. We have to use the next days to get fresh again. And then we are ready for Sunday for the match against Fortuna Sittard. Ja, klaar voor zondag. Maar geldt dat ook voor de mannen die gisteren eigenlijk vroegtijdig het veld verlieten? Ryan Thomas en Philip Max. Oh, it is difficult to say for me. So I cannot really 100% say if they can play on Sunday or not. So we will see how it develops, and we will do everything we can do to get them fit for Sunday. But of course, we can also take no risk for them. So we will see. Ja, met die wetenschap is natuurlijk ook interessant wat voor duel eigenlijk Roger Schmidt verwacht. Ja, yeah, I think it's again a tough match. Also they play a little bit like we saw it yesterday. So with a lot of long balls and physical football. And yeah, maybe it was a good test yesterday also for the match on Sunday. So I think we have to show that we want to play on a high level, reliable. So, and it's our next opportunity. We had a Europa League match yesterday. So, and Sunday is the next match. So, it's the schedule we have also in autumn, or maybe also in spring this season. And yeah, we have to show that we develop, that we learn from our experiences in this young season. And Sunday is a good opportunity to show. Ja, Roger Schmidt zal gewaarschuwd zijn, want Fortuna Sittard kan zich nog wel eens ontpoppen tot een reuzendoder. Yes, of course. So last week was a good example. So they saved one point against Alkmaar, although they were 3-1 behind them. And yeah, they have a good mentality. They never give up. So it's a tough match. Ja, hij grijpt natuurlijk terug naar die wedstrijd die hij ongetwijfeld heeft gezien tussen AZ en Fortuna Sittard. Ja, en dat is natuurlijk wel mooi als je dat als trainer kunt melden. Hè, van, ook al sta je dadelijk met 2-0 of met 3-1 voor, houd rekening met Fortuna Sittard, want die kunnen nog wat in die slotfase. Ja, het is misschien ook wel leuk om de stand er alvast een keertje bij te pakken. Hè. We zijn pas 3 wedstrijden onderweg. Het zegt nog niet heel veel. Ja, PSV 7 gespeeld, 3 punten. Fortuna Sittard slechts 1 punt. Maar ja, dat punt werd dus wel gepakt tegen AZ. Ja. Zoals Roger Schmidt het al zei, het stond met 3-1 achter en het pakt uiteindelijk het punt door in de slotfase nog 3-3 te maken. En de gelegenheid voor Hansson om Fortuna terug te brengen in de wedstrijd, en dat lukt hem. Dat is goed neergelegd voor Fleming. Fleming, het is 3-3. Het eerste puntje van het seizoen is binnen. Spectaculaire wedstrijd. Ja, bijzonder. Ik kijk er wel naar uit. Zeker nu Roger Schmidt ook zelf heeft gezegd van het is een beetje een ploeg die lijkt op tegenstander Rosenborg. Ja, het verschil is natuurlijk wel dat PSV nu in het eigen Philipsstadion speelt. En zoals we net zagen bij de onderlinge ontmoetingen in het verleden had PSV nooit echt heel veel last van Fortuna in Eindhoven. De laatste twee edities in Eindhoven werden door PSV met 5-0 gewonnen. Dat was ook vorig jaar het geval. Toen met 5 verschillende doelpuntenmakers. Ja, je ziet ze hier van Doan tot Gakpo. Ja, dat was een heerlijk avondje voor PSV. Ja, en
voor Ibrahim Afellay, die toen zijn rentree mocht maken. Dat, wel, dat was dat eigenlijk onder druk ja, van het publiek dat de trainer daar. Dat was door. Eigenlijk buiten al de goals, was dat het moment van die wedstrijd. Ja. Natuurlijk, inderdaad. Tot slot, de voorselectie die was al reeds bekend, maar de definitieve selectie, daar is ook nieuws. Ja, Frank de Boer heeft zijn eerste definitieve selectie vandaag bekendgemaakt. En daar zien wij drie PSV'ers. Het is eventjes zoeken. We zien Denzel Dumfries. We zien natuurlijk Donny Elmalen. En we zien ook Mohamed Iataren. Dus die drie mogen met het Nederlands elftal gaan spelen tegen Mexico, Bosnië en Italië. Ja, ik zie Bergwijn, oud-PSV, daar natuurlijk bij zitten. Wijnaldum, gisteren ook zijn assist heeft meegepikt. Ja. Ik denk dat Zoet er eigenlijk ook bij had gezeten als hij niet geblesseerd was. Ja, nou ja, dat zouden we moeten vragen aan de bondscoach. Die zit er nu niet bij. Is geblesseerd geraakt in de wedstrijd met Spezia, inderdaad. Ja, dan gaan we richting de afronding. En dat doen we met de vijf mooiste goals gemaakt tegen Fortuna Sittard. Fijn weekend. Fortuna won hier nog nooit in de competitie. 2-0, 3-0, 4-0. Dat zijn de stemmen vanuit de studio. Vorig jaar werd het hier 5-0. En opnieuw een zwakke paas van Arie Haan. Wat dan? Is daar ineens balbezit voor Ton Lokhoff? Ton Lokhoff met deze prachtige goal. Tikt die bal over de uitkomende Nico Hansen. Terug in Vennegoren, Westerling 1-0. Gakpo. Assist op zijn naam. Hoe mooi wordt het voor hem? Oh! Ja, best wel aardig. Koeman, nou, schot van afstand. Komt het? Wat een doelpunt. Valken, de lid. Willy van de Kerkhof.